betaalt, dat is Vlaamse belastingbetaler, die bepaalt ook. En dat lijkt mij de evidentie zelf. Ik ken meneer Lembrecht zelf, het is een zeer vriendelijke man. Hij is trouwens bij ons ook al langs geweest, als het dan gaat over Peter Klaas, die niet meer mag gaan eten. Wij hebben ook zeer goede contacten gehad met meneer Lembrecht. Tot nader orde staat het niet in het strafwetboek om het Vlaams Belangers, dat verboden is om het Vlaams Belangers te gaan eten. Dus ik denk dat de beslissing inderdaad onvermijdelijk was.